De dood van de maagd van Hugo van der Hoes is een van de belangrijkste paneelschilderijen van de Vlaamse primitieven in onze collectie van het Koningenmuseum. Wat maakt het schilderij zo uitzonderlijk is de manier hoe Hugo van der Hoes feitelijk het thema een nieuwe invalshoek geeft door het accent leggen op de individuele respons van de apostelen op het ogenblik van de dood van de maagd. Dus je ziet gewoon, elk van die apostelen reageert op een heel andere manier door de gezichtsuitdrukking, de fysiognomie, op het moment dat Maria sterft. En dat is vrij bijzonder. We weten dat Hugo van der Hoes in de latere jaren van zijn leven uit Gent is vertrokken, waar hij zijn atelier had en introk nam in een klooster bij Brussel. Op een bepaald moment is hij met de kloosterbroeders naar Keulen gegaan voor een pelgrimstocht. En op de terugweg is hij ziek geworden, had een paranoïde aanwandeling gehad en is kort later gestorven. Wij weten niet precies waar het schilderij van afkomstig is, maar er zijn bepaalde aspecten die duiden daarop dat dit schilderij uit de Duinenabdij hier in West-Vlaanderen afkomstig was. Omwille van het feit dat in de Sint-Salvatus-kathedraal een latere, een 16e-eeuwse kopie bewaard wordt, die uit het stedelijke refugium in Brugge van die abdij afkomstig is. En dat zou kunnen daarop wijzen dat dit schilderij in opdracht is geschilderd door de Cisterciense abt Jan Krabbe, die hier in Brugge niet alleen belangrijke handschriften, maar ook altaarstukken bij Memling besteld heeft. Naast de dood van de maagd is Hugo van der Hoes natuurlijk ook belangrijk voor Brugge omwille van het feit dat begin 16e eeuw toch heel wat van zijn composities door kunstenaars in Brugge worden gekopieerd. Omwille van het feit dat hij niet van Hugo van der Hoes getrouwd was met de boekverluchter Sander Spening in Gent, wiens zoon Simon Bening zich hier in Brugge vestigt. En via Simon Bening komen de composities van Van der Hoes terecht bij Gerard David, maar ook bij André Adrian Isenbrand en bij Ambrosius Benson. Dus bij de dood van Maria van der Hoes is, werd wel regelmatig vastgesteld dat er wat verf los kwam en dat er dus wel op een bepaald moment fixatie nodig was, een grotere ingreep noodzakelijk was. Door ingrepen van vroegere restaurateurs, door vernislagen die erop gezet zijn in het verleden en ook vooral door overschilderingen die door restaurateurs vroeger erop gezet zijn, ja, was het schilderij toch veel minder mooi dan het in werkelijkheid is. Je begint niet onmiddellijk met het reinigen. Je begint eerst met gewoon heel nauwkeurig de staat van het schilderij in kaart te brengen en in kaart te brengen wat er vroeger mee gebeurd is. Documenteren dus van speciale dingen die je ziet, foto's maken. Dat in combinatie met ook onderzoek van radiografieën die gemaakt zijn van het schilderij. De laatste grote restauratie die is gebeurd in 1865. Uit het vooronderzoek bleek bijvoorbeeld dat er duidelijk een grijze laag op die gordijnen was aangebracht door die restaurateur. Overschilderingen aangebracht die soms nog bovenop oudere overschilderingen zitten ook. Het is belangrijk om te weten dat dit een schilderij is op paneel. En het was al langer geweten dat dat paneel ooit ingekort is. Dus men heeft aan de kanten er stukken afgezaagd. Het schilderij is geschilderd op hout, op eikenhout, op heel, een heel degelijk eikenhout. En de planken zijn horizontaal, maar in dit geval hebben die een vergaring die heel specifiek is. Het is te zeggen dat er in de voeg van elke plank zitten er sleuven waar dan een plankje ingeschoven is. En dat kleine plankje dat dus binnenin dat paneel, of die kleine plankjes die binnenin het paneel zitten,
is vastgehouden met pennen, met vier pennen. En je ziet die kopjes van die pennen, je ziet kleine cirkels zeer duidelijk zitten. Dat zorgt ook voor bepaalde spanningen in het paneel. Vermits dat compleet origineel is, kan je daar niks aan doen. Je kan niet iets weghalen dat origineel is. En dat maakt het paneel heel fragiel. De verflaag is op sommige plaatsen echt zeer fragiel. Dus dat betekent dat je heel voorzichtig moet werken. En dus ja, helemaal niet snel vooruit kan gaan. Dus wat er dan gebeurt bij het begin van een restauratie is eigenlijk eerst kleine testjes doen. We zoeken een solventmengsel dat die lagen die we willen wegnemen oplost zonder de originele lagen aan te tasten. Omdat het om een topstuk gaat, wordt er overlegd met een internationale commissie. Eerst worden de bovenste, meest recente vernislagen weggenomen. En de tweede stap is dan het weghalen van oudere overschilderingen. Nu, als je dat doet, komt er dus ook meer en meer oude schade aan het licht. De overschildering waarin ik nu aan het werken ben, bijvoorbeeld in het rozenkleed van een van de apostelen, waar een heel lelijke overschildering op zit, je kan die niet oplossen met een solvent. Dus het moet mechanisch gebeuren. Dat betekent onder de microscoop met een scalpel, heel voorzichtig, ja, millimeter per millimeter. En ja, het gaat dus ongelooflijk traag. Als ik hier een half visitekaartje per dag doe, dan is het veel. Tot waar gaan de niet-originele lagen en wat kan eventueel origineel zijn? Op dit moment zitten we midden eigenlijk in de restauraties. Als alle of de meeste niet-originele vernis er afgehaald is en de meeste oude overschilderingen weggehaald zijn, dan wordt dus terug opgebouwd. De lacunes waar de verflaag verdwenen is, worden eerst opgevuld. En vervolgens wordt alles geretoucheerd, dus al die witte vlekjes of oude schade wordt weggeretoucheerd. We gaan zeker niet meer bovenop origineel komen, dus we beperken ons tot de lacunes. Als dat allemaal gebeurd is, al dat retoucheren, dan wordt er tenslotte nog een eindvernis op het schilderij gezet, zodat de kleuren weer helemaal verzadigd zijn. Voor mij persoonlijk is deze restauratie een van de belangrijkste, denk ik, die ik tot nu toe gedaan heb. Het fantastische aan zo'n restauratie is dat je kan heel lang bezig zijn met een schilderij en je leert echt de kunstenaar bijna achter kennen. Die personages zijn echt ongelooflijk aanwezig en je hebt echt... Je durft er bijna niet gaan voorzitten in het begin. Van Hugo van der Goes wordt dus dikwijls ook vertelt dat hij op het einde van zijn leven heel depressief was. En dat zou dus zijn omdat hij vond dat hij de kunst van Van Eyck niet kon evenaren. Ik heb toch het gevoel dat Hugo van der Goes, hij moet zeker niet onderdoen voor Van Eyck. Maar het zijn totaal andere kunstenaars, dat is een feit. Maar hij moet zeker niet onderdoen voor Van Eyck. De dood van de maagd van Hugo van der Goes is een van de belangrijkste paneelschilderijen van de Vlaamse primitieven in onze collectie van het Koninklijk Museum. Wat maakt de schilderij zo uitzonderlijk is de manier hoe Hugo van der Goes feitelijk het thema een nieuwe invalshoek geeft door het accent leggen op de individuele respons van de apostelen op het ogenblik van de dood van de maagd. Dus je ziet gewoon, elke van die apostelen reageert op een heel andere manier door de gezichtsuitdrukking, door de fysiognomie, op het moment dat Maria sterft. En dat is vrij bijzonder. We weten dat Hugo van der Goes in de latere jaren van zijn leven uit Gent is vertrokken, waar hij zijn atelier had en introk nam in een klooster bij Brussel.
een bepaald moment is hij met de kloosterbroeders naar Keulen gegaan voor een pelgrimstocht. En op de terugweg is hij ziek geworden, had een paranoïde aanwandeling gehad en is kort later gestorven. Wij weten niet precies waar het schilderij van afkomstig is, maar er zijn bepaalde aspecten die duiden daarop dat dit schilderij uit de Duinenabdij hier in West-Vlaanderen afkomstig was. Terwille van het feit dat in de Sint-Salvatus-kathedraal een latere, een 16e eeuwse kopie bewaard wordt, die uit het stedelijke refugium in Brugge van die abdij afkomstig is. En dat zou kunnen daarop wijzen dat dit schilderij in opdracht is geschilderd door de Cisterciense abt Jan Krabbe, die hier in Brugge niet alleen belangrijke handschriften, maar ook altaarstukken bij Memling besteld heeft. Naast de dood van de maagd is Hugo van der Hoes natuurlijk ook belangrijk voor Brugge omwille van het feit dat begin 16e eeuw toch heel wat van zijn composities door kunstenaars in Brugge worden gekopieerd. Omwille van het feit dat hij niet van Hugo van der Hoes getrouwd was met de boekverluchter Sanders Bening in Gent, wiens zoon Simon Bening zich hier in Brugge vestigt. En via Simon Bening komen de composities van van der Hoes terecht bij Gerard David, maar ook bij André Adrian Isenbrand en bij Ambrosio Spencer. Dus bij de dood van Maria van der Hoes is werd wel regelmatig vastgesteld dat er wat verf los kwam en dat er dus wel op een bepaald moment fixatie nodig was, een grotere ingreep noodzakelijk was. Door ingrepen van vroegere restaurateurs, door vernieslagen die erop gezet zijn in het verleden en ook vooral door overschilderingen die door restaurateurs vroeger erop gezet zijn, ja, was het schilderij toch veel minder mooi dan het in werkelijkheid is. Je begint niet onmiddellijk met het reinigen. Je begint eerst met gewoon heel nauwkeurig de staat van het schilderij in kaart te brengen en in kaart te brengen wat er vroeger mee gebeurd is. Documenteren dus van speciale dingen die je ziet, foto's maken. Dat in combinatie met ook onderzoek van radiografieën die gemaakt zijn van het schilderij. De laatste grote restauratie die is gebeurd in 1865. Uit het vooronderzoek bleek bijvoorbeeld dat er duidelijk een grijze laag op die gordijnen was aangebracht door die restaurateur. Overschilderingen aangebracht die soms nog bovenop oudere overschilderingen zitten ook. Het is belangrijk om te weten dat dit een schilderij is op paneel. En het was al langer geweten dat dat paneel ooit ingekort is. Dus men heeft aan de kanten er stukken afgezaagd. Het schilderij is geschilderd op hout, op eikenhout, heel degelijk eikenhout. En de planken zijn horizontaal. Maar in dit geval hebben die een vergaring die heel specifiek is. Het is te zeggen dat er in de voeg van elke plank zitten er sleuven waar dan een plankje ingeschoven is. En dat kleine plankje dat dus binnenin dat paneel, of die kleine plankjes die binnenin het paneel zitten, is vastgehouden met pennen, met vier pennen. En je ziet die kopjes van die pennen, je ziet kleine cirkels zeer duidelijk zitten. Dat zorgt ook voor bepaalde spanningen in het paneel. Vermits dat compleet origineel is, kan je daar niks aan doen. Je kan niet iets weghalen dat origineel is. En dat maakt het paneel heel fragiel. De verflaag is op sommige plaatsen echt zeer fragiel. Dus dat betekent dat je heel voorzichtig moet werken. En dus ja, helemaal niet snel vooruit kan gaan. Dus wat er dan gebeurt bij het begin van een restauratie is eigenlijk eerst kleine testjes doen. We zoeken een solventmengsel dat die lagen die we willen wegnemen oplost.
zonder de originele lagen aan te tasten. Omdat het om een topstuk gaat, wordt er overlegd met een internationale commissie. Eerst worden de bovenste, meest recente vernieslagen weggenomen. En de tweede stap is dan het weghalen van oudere overschilderingen. Nu, als je dat doet, komt er dus ook meer en meer oude schade aan het licht. De overschildering waarin ik nu aan het werken ben, bijvoorbeeld in het rozenkleed van een van de apostelen, waar een heel lelijke overschildering op zit, je kan die niet oplossen met een solvent. Dus het moet mechanisch gebeuren. Dat betekent onder een microscoop, met een scalpel, heel voorzichtig, ja, millimeter per millimeter. En ja, het gaat dus ongelooflijk traag. Als ik hier een half visitekaartje per dag doe, dan is het veel. Tot waar gaan de niet-originele lagen? En wat kan eventueel origineel zijn? Op dit moment zitten we midden eigenlijk in de restauratie. Als alle of de meeste niet-originele vernis er afgehaald is en de meeste oude overschilderingen weggehaald zijn, dan wordt dus terug opgebouwd. De lacunes, waar de verflaag verdwenen is, worden eerst opgevuld. En vervolgens wordt alles geretoucheerd. Dus al die witte vlekjes of oude schade wordt weggeretoucheerd. Wij gaan zeker niet meer bovenop origineel komen. Dus we beperken ons tot de lacunes. Als dat allemaal gebeurd is, al dat retoucheren, dan wordt er tenslotte nog een eindvernis op het schilderij gezet, zodat de kleuren weer helemaal verzadigd zijn. Voor mij persoonlijk is deze restauratie een van de belangrijkste, denk ik, die ik tot nu toe gedaan heb. Het fantastische aan zo'n restauratie is dat je kan heel lang bezig zijn met een schilderij en je leert echt de kunstenaar bijna achter kennen. Die personages zijn echt ongelooflijk aanwezig en je hebt echt... Je durft er bijna niet gaan voorzitten in het begin. Van Hugo van der Goes wordt dus dikwijls ook vertelt dat hij op het einde van zijn leven heel depressief was. En dat zou dus zijn omdat hij vond dat hij de kunst van Van Eyck niet kon evenaren. Ik heb toch het gevoel dat Hugo van der Goes, hij moet zeker niet onderdoen voor Van Eyck. Maar het zijn totaal andere kunstenaars, dat is een feit. Maar hij moet zeker niet onderdoen voor Van Eyck.